Een nieuwe week, dus een nieuwe online Elan filmavond in uw Roxy Home Theater. Zoals u wellicht heeft gezien, staat onze Facebookpagina in het teken van het Filmfestival van Cannes en daarom tippen wij u ook deze week heel graag een van de hoogtepunten van vorig jaar, Portrait de la jeune fille en feu. De film won vorig jaar terecht de prijs voor beste scenario op het festival, want het is een van de mooiste en slimste films van 2019. Het is een film die op zeer veel verschillende manieren en lagen weet te ontroeren en waarvan de kracht meteen voelbaar is na het kijken van de film, maar ook nog voelbaar zal zijn binnen 10, 15 jaar. Het is een moderne filmklassieker. Het plot is ogenschijnlijk eenvoudig en rechtlijnig. De film speelt zich af in de 18e eeuw en vertelt het verhaal van de jonge schilderes Marianne. Zij reist in het begin van de film af naar Bretagne om de jonkvrouw Heloïse op doek te vereeuwigen in opdracht van Heloïse's moeder. Het schilderij moet dienen als een huwelijksaanzoek, maar er is één probleem: Heloïse wil helemaal niet uitgehuwelijkd worden. Het is het begin van een stiekem spel van observeren, een film over de kracht van liefde, of meer bepaald de herinnering eraan. Want regisseuse Céline Sciamma schreef de film als ode aan haar ex Adèle Hansel, die de rol van Heloïse op zich neemt. Met deze film bereikt Céline Sciamma een nieuw hoogtepunt in haar oeuvre. Al haar films vertellen op een heel toegankelijke manier een sociaal relevant verhaal, maar ze kiest per film een ander genre en vaak ook een andere visuele stijl. Ze regisseerde eerder al Water Lilies, Tomboy, een van de eerste films over dit thema, en Bande de Fille, een film over vrouwelijke jongeren in de Parijse banlieues. Wat steeds terugkeert in haar films zijn gestileerde minimalistische beelden, maar ook de thematiek identiteit, met name wat het is om vrouw te zijn. Elke film is een zoektocht naar een antwoord op die vraag in een andere arena. En in deze film gaat ze nog een stapje verder in haar zoektocht. De rol van de vrouw is namelijk voelbaar in elke laag van de film. Op narratief vlak staat elk personage symbool voor een andere rol van de vrouw in de maatschappij. En ook heel mooi is dat Sciamma elk vrouwelijk personage haar leven evenveel uitdiept. Elk personage is evenwaardig, zelfs een bijrol wordt evenveel uitgediept, bijvoorbeeld de rol van de keukenmeid Sophie. Wat ook zeer mooi is aan de film, is dat je eigenlijk een fysiek afwezigheid hebt van de man, maar toch een aanwezigheid voelt in bepaalde personages hun leven. Tegelijkertijd wordt de rol van de vrouw in kunst als ook cinema in vraag gesteld, zowel de rol als maker als onderwerp. De beeldenis van de vrouw in de 18e eeuw en vandaag is vaak helaas nog leidend en fysiek. Fysiek van onderwerp, eerder ondersteunend dan dragend. En dit probeert Sciamma in een tweede laag heel erg aan te kaarten, zowel narratief als visueel, want visueel is elk vrouwelijk personage ook evenwaardig in deze film. Dat is heel erg mooi om te zien. Als een vrouwelijk personage alleen in beeld is, dan is ze ook altijd centraal gecadreerd. Je kan dus niet anders dan naar haar kijken. En als er meerdere personages in beeld komen, dan zijn die ook evenwaardig gecadreerd en hebben ze quasi eenzelfde beeldgrootte en komen ze ook bijna even lang altijd in beeld. Sciamma maakt ook zeer schilderachtige beelden. Dat vertaalt zich vaak in een enorme aanwezigheid van details. Ze werkt vaak met extreme close-ups, wat dan heel erg bijdraagt aan het observatieve karakter van de film. Je focust je als kijker vaak op iets, eerst onbewust en dan bewust. Je ziet Marianne de details schilderen die je zelf eigenlijk eerst hebt waargenomen. Elke blik en elke dialoog tussen de twee aftastende personages zindert ook van de bijbetekenis. Sciamma geeft in de eerste zin van de film ook mee hoe de film te kijken, te ervaren eigenlijk. De eerste zin is d'abord les contours, de silhouette, pas trop vite, prenez du temps de regarder. Alles is ook heel erg zacht van licht in deze film. Het doet heel erg denken aan Persona van Bergman, zowel narratief als visueel. Met dat verschil natuurlijk dat Sciamma gebruik kan maken van kleur. En ze plaatst ook, of ze gebruikt ook eigenlijk heel veel kleursymboliek, met name groen,
blauw en rood zijn heel erg aanwezig in de film. Nu, u hoeft dit natuurlijk niet allemaal te zien, zeker niet in een eerste visie, maar u zal het wel allemaal ervaren. Dat is het mooie aan deze film. Portrait de la jeune fille en feu is echt een totaal ervaring, ook op auditief vlak. Weinig of geen muziek, maar als die er is, is die zo krachtig. Vivaldi klonk nog nooit zo mooi en zo gepast als in deze film. Het draagt ook bij aan dat slow burning effect dat Portrait de la jeune fille en feu heeft. Het werkt toe naar een impressionante Griekse tragediewaardige finale, een heel minimalistische finale. De film werkt toe naar een ogenschijnlijk eenvoudig shot dat minuten duurt en waarbij de emotie van u als kijker samenvalt met dat van het filmpersonage. Het shot duurt zo lang dat u de tijd krijgt om alles wat u ervaren hebt en beleeft in deze film nog eens kan laten afspelen in uw hoofd. Het laat je als kijker verweest achter. Het bewijst het schone van cinema. Deze film blijft nazinderen, fysiek en mentaal. Een uur, een dag, een week, een maand nadat u deze film hebt gezien. Er zijn sommige films die jezelf als kijker overstijgen. En dit is zo'n film. Ik wens u een ongelooflijk boeiende, fantastisch mooie kijkervaring toe met Portrait de la jeune fille en feu.